Vandaag durfde ik zelfs heel even in bikini, terwijl niemand hier was. Dat is al een hele stap, omdat ik altijd in badpak rond heb. Hi, ik ben Liz Sprong en ik heb een tijdje mogen vloggen voor Libelle en voor de One-to-One Diet. Hi, mijn naam is Sandra. Misschien kennen jullie mij nog van Libelle TV. Hoi allemaal. Ik ben Elise Elkebracht en ik doe sinds 6 april ook One-to-One Diet. En het leuke is dat we door mogen vloggen. Ja, daar ben ik super blij mee. Ik ben weer terug naar mijn oude maat, maatje 36. Dus ja, dat voelt gewoon heel erg goed. Ben ik gelukkig? Eet ik. Ben ik verdrietig? Eet ik. Heb ik iets gewonnen? Eet ik. Heb ik niks gewonnen? Eet ik ook. Kortom, emotie eten dus. Op dit moment, zoals je ziet, ben ik niet thuis in Rotterdam. Maar in Frans. Een bijkomstigheid bij afvallen is dat je kleren te groot worden. Maar dat geeft mij natuurlijk extra reden om weer naar de winkels te gaan om kleding te kopen. Ik moest zelfs een extra small pakken, want de verkoopster zei van nee, zegt ze, ik vind hem nog eigenlijk helemaal niet mooi zitten. Dus hier is het resultaat. En volgens mijn dochter kan een lengtestreep en een breedtestreep kan gewoon makkelijk gecombineerd worden. Het was echt een cheat day. Waarom zeg ik dat? Dat is omdat ik aardappeltjes heb gegeten, terwijl dat niet hoort bij stap 4. Ik heb ervan geleerd, ik voel me er rot bij en ik ga daarmee aan de slag door extra te sporten en door morgen en overmorgen extra op te letten. Met de hoop dat de schade beperkt is. Uit eten mag ook. Even opletten wat je eet. Er is genoeg keuze in een restaurant. Let op. Carpaccio. Lekker zeebaasje. Kijk, weet wat? En dit is mijn nieuwe broodtrommel. Of eigenlijk gezegd lunchtrommel of van alles en nog wat trommel. Want ik kan hier dus een heleboel verschillende dingen in meenemen. Zoals yoghurt en granola en snoeptomaatjes of gewone salade. Ook op vakantie kun je op een... Ja, eigenlijk creatieve manier toch aan je beweging komen. Ik sport ook. Een beetje rennen en een beetje lopen. Maar zeker dus ook bergjes beklimmen en dat soort dingetjes. Het is dus niet altijd roze geur en maneschijn met diëten. Maar blijkbaar, als je dus een beetje stress hebt, dan zegt het lichaam vasthouden wat ik kan vasthouden. En dan valt het even tegen. Nu is het gewoon zaak om gewoon door te blijven gaan. Oppakken en weer doorgaan. Dus... echt mensen, als je op vakantie gaat, gewoon creatief ermee omgaan. En dan kan je eigenlijk gewoon je hele lijn doorzetten. Zoals je zelf voor ogen hebt gehouden. De verleidingen liggen natuurlijk ook gewoon veel meer op de loer nu je vakantie hebt. Dus de eerste week zit er bijna op. En het gewicht is nog stabiel gebleven. Ja, hopen dat ik dit nog zo 5 weken vol kan houden voordat het ritme weer gaat beginnen.